Heb die aan. Thank you.
Dankjewel, dankjewel. Het Marmoussa Collective. Dankjewel Mohamed Haddaf en Conchita Boon. Straks horen wij veel meer van hun. Wat is het toch mooi dat we bij elkaar, hoewel een bescheiden vorm, bij elkaar kunnen komen en toch kunnen genieten van schoonheid. Want ik denk, schoonheid genieten is denk ik een van de mooiste dingen die we met elkaar ooit bedacht hebben. Dames en heren, welkom. Welkom in deze bijzondere vorm van de literatuurprijsuitreiking van Al-Hijra. Ik weet nog geen jaar geleden, en ook de jaren daarvoor, kwamen we bij elkaar in de Nieuwe Liefde. Met, laten we zeggen, 350, 400 mensen bij elkaar. Dat kunnen we nu niet meer bedenken. Maar hopelijk staan we er volgend jaar weer met zoveel mensen bij elkaar en kan het gewoon in alle gezondheid dan bij de 30ste prijsuitreiking. Terug naar hier en nu. Nogmaals, welkom bij de 29ste prijsuitreiking van Al-Hijra. Naast de schoonheid die we gehoord hebben van zojuist in dans en muziek, straks natuurlijk waar het uiteindelijk volgens Al-Hijra natuurlijk allemaal om draait, de schoonheid van het woord. En daar hebben we dit jaar weer 6 kandidaten geselecteerd. 3 voor de shortlist finalisten literatuurprijs van poëzie en 3 voor de proza. Daar gaat u straks uitgebreid kennis mee maken, zowel persoonlijk als natuurlijk in de voordracht die ze dit jaar gedaan hebben. Maar voor we hun aan het woord laten, zou ik toch heel even willen horen van een van de leden van de jury. Bestaande uit Petra Stine, Venna Uluski en Martin Berendsen. Martin, komt heel even naar voren alsjeblieft, waarom het toch belangrijk is dat we het talent toch deze podium geven. Martin Berendsen, bescheiden applaus. Zal ik in de microfoon even pakken? Dat lijkt me een heel goed idee. Hij staat aan, alsjeblieft, Martin. Dankjewel. Wat was jouw vraag ook alweer? Nou, waarom toch dank je. Waarom toch belangrijk is dat we podium bieden aan aankomend literair talent? En waarom doe jij eraan mee? Nou ja, dat zijn twee verschillende vragen. Volgens mij is schrijven een van de allerbijzonderste en persoonlijke dingen. Als je daarmee bezig bent, ja, dan word je zo ongelooflijk op jezelf teruggeworpen. En dan moet je zo diep graven. Dat ik het altijd prachtig vind om te zien wat daar uitkomt. En jij zegt podium bieden. Podium bieden doet natuurlijk deze prijs. Maar we gaan ook straks die mensen die helemaal in zichzelf hebben gegraven, die schrijvers, die gaan we ook op het podium zetten. En dan moet het eruit, want het is prachtig om het te lezen. Maar het is ook heel erg mooi om te zien welke performance, op welke manier jullie zelf je eigen teksten laten zien. En ik doe dit nu een paar jaar. Ik doe dit met ongelooflijk veel plezier. Volgens mij hebben we geen tijd om te vertellen waarom ik dit doe, want dan duurt het allemaal veel te lang. Dat klopt. Maar ik weet zeker, dat is namelijk altijd zo gebeurd, dat zelfs dat voorlezen, zelfs jullie zien, toch nog dat juryoordeel een beetje kan laten kantelen. Dus ik wou het nog maar extra spannend maken. Ik wou de drempel nog maar extra hoog leggen. Op papier zijn jullie uitgekozen als de 6 finalisten. Wat gaat hier en nu gebeuren? Heel veel succes. Dankjewel. Bij de prijsuitreiking straks zowel van de poëzie en de proza, dan horen we naast Martin als lid van de jury ook Jurgen Maas. Als iemand die in ieder geval heeft geholpen aan de selectie van totstandkoming van deze groep. Voordat, even kijken hoor, deze microfoon lijkt een beetje op mijn kinderen. Die luistert ook helemaal niet naar mij. Voor ik de eerste kandidaat naar voren wil roepen, zou ik toch nog heel even gebruik willen maken van deze tijd om ook onze subsidiënten bedanken, het Nederlands Letterenfonds. Want zonder hun hadden wij hier niet kunnen staan. En natuurlijk
zonder onze partner van vanavond. Dit hebben we totaal georganiseerd samen met de mensen, zoals afgelopen jaren, van de Nieuwe Liefde. Wij zien een paar van mensen, maar achter die mensen die wij kennen, zit er ook een heel team bij de Nieuwe Liefde die dat samen met ons mogelijk maakt. Dus in ieder geval dank aan de mensen van de Nieuwe Liefde en onze partners bij het Letterenfonds. En nu, dames en heren, waar we bij elkaar zijn gekomen, namelijk de finalisten van de Elise Literatuurprijs Poëzie. Dat zijn deze drie, namelijk Hind El Jadid, Michelle Malara en Bakker El Jabber. Die gaan we zo direct alle drie horen. En dit is ook een bijzondere uitreiking, want zowel Michelle, die heeft haar oorspronkelijke Nederlandse gedicht geschreven, ooit in het Spaans en vertaald naar het Nederlands. Maar ze gaat straks in het Nederlands voor hem voordragen voor ons. En Bakker El Jabber, die heeft hem ook geschreven en gaat hem ook voordragen in het Arabisch. En straks kunt u met ons meekijken naar de Nederlandse ondertiteling daarvan. Oké, ik zou graag als eerste, volgens mij hebben we de volgende net bepaald. Uit mijn hoofd is dat Michelle Melara. Kom alsjeblieft naar voren, Michelle. En even kijken of deze nog doet, deze microfoon. Wil ik hem aan jou geven? Ja, zie je. Michelle, voordat je gaat voordragen. Ja, goedemiddag. Welkom en nogmaals gefeliciteerd met je nominatie als finalist voor Elise Literatuurprijs. Hoe voelt dat nou eigenlijk? Deze vraag heb ik altijd willen stellen. Heerlijk. Hoe voelt dat, zo'n nominatie? Nou, ik was helemaal verbaasd. Ik was helemaal blij ook, hoeveel een moeilijke proces voor mij is geweest. Ja. Maar voelt ze heel fijn. Ja, ik weet dat het voor jou een lastige periode is geweest, want je hebt een persoonlijke zware periode achter de rug. Ja. En daar is het gedicht eigenlijk, wat je geschreven hebt, als een uiting van die periode. Kun je daar heel kort iets over vertellen? Ja, het gedicht gaat over mijn man. En mijn man is overleden afgelopen jaar. En daarom is zo die moeilijke voor mij hier ook staan. Mm-hmm. En dat was ook een hele proces om het gedicht te schrijven en ook open te maken. Dus ik denk dat beide dingen waren erg moeilijk. De laatste keer wilde ik niet voor de podiums gaan staan. Ja. En ik denk dat de kracht van de andere mensen, ja, hebben mij de mogelijkheden om te zeggen, ja, dus waarom niet? Ja. Dat was mooi om ook meedoen aan de eerste afspraak. Ja. Super. Nou, goed dat je er bent. Jij vertelde me dat je je roots hebt in El Salvador. Ja, El Salvador. En daar heb je hem ook waarschijnlijk, je gedicht ooit, oorspronkelijk ook in het Spaans. Ik heb mijn gedicht in het Spaans geschreven, omdat ik ben ook met Bart ook mee eens dat jij kan beter jij emoties uiten in je eigen taal. Ja. 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 Dus je gaat nu vanavond of vanmiddag voorlezen in het Spaans. En ik moet eerlijk zeggen dat anders is. Nederlands. Daarom ben ik in het Nederlands, maar anders is dat in je eigen taal. Zeker. Jij doet je best, maar het is helemaal anders. Nog één vraag voordat je het aan ons gaat drukken. Heb jij, wat ik zo benieuwd ben, wat is jouw favoriete boek? Wat lees jij heel graag? Ik lees literatuur uit Latijns-Amerika. En een van mijn favoriete boeken is Het Vergeten Wat Ons Wacht. En het vergeten dat ons wacht. Mm-hmm. En die schrijver heet Hector Abad Faciolini. Mm-hmm. En hij komt uit Colombia. Uit Colombia? Colombia, ja. Die staat vanaf nu op onze El Hijra favoriete lijst. Okay. Ik geef jou de katheder. Je kan daar achter de katheder. Deze niet meer te nemen, toch? Nee, volgens mij staat hij ook aan daar. Ga je gang. Applaus voor Michelle Malara. Mijn gedicht heet Afwezigheid. Voor Rafa, die altijd dichtbij blijft. Ik voel het koude fluiten van de herinnering die zich nestelt in mijn rug. De winter is niets vergeleken met deze vorst. Langzaam reizen ze de grenzen door mijn lichaam. Er is geen krachtigheden dat zijn zijs
tegenhoudt. Ik blijf staan. Ik vraag aan de wind, waar is jouw stem gebleven? Zacht, tedder, lachen. Er is geen antwoord. Of een subtiele geluid dat het vonnis aankondigt. Ik volg de rivier van droge bladeren, die mijn versleten huid beroeren. Ik zwem tegen de stroom in, tussen de stilte van de stenen. De bruine vloed laat zien dat er gisteren een stroom is geweest. Wind, kracht, namelijk hoor ik de echo van de druppels in mijn hoofd. Ik laat het zand weglopen en ik vraag aan het water, wat is jouw frisheid gebleven? Hij vertelt me dat hij tegen de woestijn sprak. De droogte van de stilte was zijn antwoord. In de schittering van de zon verlies ik mijn paradijsvogelbloem. Hij glijdt uit mijn handen. Zijn oranje, zijn rood, zijn paars. Elke tint ziet eruit als een dode kleur. Grijs, wit en zwart. Ondergedompeld in het dichte oerbouw, alleen, zonder iets. Ik vraag het bos, waar is de groene van jouw bloemen gebleven? Het ondoordringbare licht geeft geen antwoord. Ik kom dichtbij van de warme zee. Hij streelt mijn ogen in gevallen van verdriet. Mijn tranen wiegen in de schuimende zeevolgen. Ik zie nog steeds de glorie van de zonsondergang, die ons op een dag perfumeerde met een gelukkig eind. En nu is hij verdwaald in de verre glimlach zonder morgen. Ik vlieg me neer op het zand. Ik vraag de zee, waar is het zout van je zweet gebleven? Misschien, zei hij, na een lange pauze. Misschien in een hoek van de diepte van het onzeker. Je stappen verwijnen op het ritme van het vorst. Ze verglijden tussen de flakkerende licht van een middag in augustus. Er is geen lied van Chavela of Billie Holiday dat vertelt dat jij terugkomt. Of dat getuigt dat onze liefde zonder tijd. Iets schuurt me. Ik beweeg me. Ik kijk naar mezelf. Ik kijk naar ons liefde. Een onbekende stem springt op. Een geluid uit het hiernamaals. Een vervagen van dromen. Een verwoester van het gewone. Hij mompelt iets over de kou en de wind. Ik verdrink. Ik ben bedroefd. Ik vraag de dag, waar is het alledaagse gebleven? Hoe kan een simpel ontwaken verwijnen zonder één, ik hou van jou? Waar ging de afschijn van elke ochtend heen? Waar ontsnappen de eindeloze kussen van een middag in de tuin? Waar is de toekomst van mijn hand tussen jouw hand heen verdwenen? Het absurde en hartverwarmend idee om oud te worden en van elkaar te houden. Ik heb een kachel gekocht, 2 zalfjes, 3 kopje koffies, een bloementhee, 100 cartoonen lakens, een boek over de revolutie, 2 over hoop, veel kleurpotloden, papier om het koud fluisteren van de herinneren te schilderen. En zo, onze kinderen omhelzen, aan de hand van vrienden, met woorden in de hand, probeer ik ja snijdende afwezigheid te verminderen. Dank je wel. Dank je wel.
Dankjewel, Michelle. Erg ontroerend. Ik zag de volgende kandidaat naar voren wil halen voor de nominatie poëzie. Bakker Al-Jabber, kom alsjeblieft naar voren. Applausje voor Bakker. Alsjeblieft. We made an appointment. I will ask you the questions in English. Please. Otherwise, it will be hilarious. I mean, I can try to speak Dutch, but. Okay. So we go from Dutch to English, and later on we go to your poem in Arabic. Bakker, tell me, how long do you live in the Netherlands, and where are you from? I'm from Syria. I have been here for 5 years now. 5 years. Yes. Did you write or? I have been writing poetry for 10 years. Yeah. And at the beginning it was just fun and not very serious. But then I started to feel like it's the only, not the only, but it's one of the things that I really feel connected to, and it somehow defines me. So I started to go. Does it help you integrate in the Dutch society writing? Totally. I mean, thankfully, I got some very nice opportunities. I performed in so many places, thankfully. So it definitely brings some opportunities. But at the same time, I mean, poetry gives you a lot of dilemmas and problems and questions to. For sure. Dive in. So sometimes it also makes you think a bit. For sure. We're very curious to hear it. Also for you the question, can you please just give us advice, a tip, what's your favorite writer book? Actually, my favorite writer is Mahmoud Darwish, and his poetry is amazing. But my first book, my favorite book also from Mahmoud Darwish, but it's not poetry. It's just writing. It's called في حضرة الغياب, which means in the presence of absence. And he's just reflecting about his journey, about love, about exile, about death. It moves you from the inside. It's amazing. Thank you very much. Please go to the cathedral to hear you. Als u meer zou willen horen van, of lezen, moet ik eigenlijk zeggen, van Mohammed Darwish. Wij hebben sinds 2019 een samenwerking met de OBA. Voor diegenen die niet uit Amsterdam komen, de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Een samenwerking in de vorm van Binnen het Huis van Alle Talen. En het heet de Arabische Collectie. En die boeken staan op de vierde etage van de OBA. Daar kunt u genoeg lenen van Mohammed Darwish. Yes. I read in Arabic. حرب العيون. نحن أبناء الجنوب الذين اقتلعتهم الأيام وزرعتهم في الشمال حيث الشمس الباردة والسماء الرمادية. نحن الأبناء الضالون الذين ما عاد لهم مكان فالجنوب ينعتهم بالشماليين والشمال ينعتهم بالجنوبيين. نحن أبناء الجنوب الذين ما دخلوا مطاراً وخرجوا منه قبل أن يشيب شيء من شعرهم. نحن الذين لا حبيبات ينتظرننا عند بوابات المطارات فلا أحد يعلم متى سنخرج من غرفة التحقيق. نحن الذين نجيب برحابة صدر عن أسئلة الشرطة حين نعود من سفرنا أين كنا ومع من أين نمنا وأي مدن زرنا بينما نراكم تضعون جوازات سفركم على بوابة فتفتح تلقائيا ثم تدخلون هؤلاء نحن المتهمون دون سبب مقنع فبتنا نخاف من أنفسنا نحن أبناء الجنوب الذين إن لم يجلس أحد بجانبنا وكان القطار ممتلئاً نبدأ بالارتباك والتفكير هل هذا بسبب شكلنا؟ ونبدأ بالجمع والطرح وشمشمة رائحة إبطنا ولعن الصور النمطية والإسلاموفوبيا إلى أن تأتي فتاة فتبتسم وتجلس فنلعن تسرعنا ونبتسم بسذاجة
أنا واحد من هؤلاء أقول لكم بأن خوفكم مني يجعلني نبياً حيث يجعل لي قدرات ما ورائية إن لم يكن كذلك فلماذا تخافونني؟ إن كنتم حقاً تخافونني فتجاهلوا ذلك وسترون عاديتي وإن لم تكونوا كذلك فإن الطعام الذي أعده لذيذ وإن غرفة جلوسي تتسع لكم ولحذركم ولحبكم نحن الذين نجونا من حرب البنادق فتصيدتنا حرب العيون نحن اللاجئون الذين كتب لهم رجل أبيض على رشاشه في نيوزيلندا Refugees welcome to hell فازداد عدد الذين يذهبون منا إلى المساجد بغض النظر عن إيمانهم بالله من عدمه نحن الذين بسبب خوفكم منا لم تعرفوا عنا شيئا والدة صديقتي السابقة دهشت حين علمت بأنه ثمة هنالك كنائس في سوريا وكأن المسيح جاء من المريخ أو كأن بيت لحم تقع على كوكب المشتري نحن الذين نكتب من اليمين إلى اليسار فتندهشون نريد منكم أن تعلموا بأننا لسنا هنا لنعيد تكرار ماضيكم القاتم ولا ماضينا كذلك نحن هنا بشعورنا السوداء وأنوفنا الكبيرة نقف للعجز في الحافلات فيبتسم فنشعر بأننا انتصرنا على الخوف وأن ريبتكم منا هي وهم في رؤوسنا لا حقيقة واقعة إلى أن يخرج لنا شخص في اليوم التالي على التلفاز ليصرخ في وجهنا عودوا إلى دياركم فأضع سماعات الأذن في رأسي وأرفع الموسيقى إلى آخرها وأواصل خوفي من خوفكم خوفكم مني يجعلني نبيا لكني أحب عاديتي Thank you so much. Dankjewel. Dankjewel, Bakker Jabber. We gaan ongetwijfeld veel en veel meer van je horen in de toekomst. Wat ik links en rechts gehoord heb, zijn heel veel mensen die nu al heel veel aandacht hebben voor jouw werk. Tot slot, binnen de poëzie, Hint, helemaal uit het verre Vlaanderen. Welkom, Hint El Zedid. Welkom, pak die microfoon. Overigens waren dit jaar twee mensen op de longlist voor Elisa Literatuurprijs uit Vlaanderen. Mm-hmm. Jij op de poëzie. Mm-hmm. En we hadden nog iemand, was mevrouw Metui, Touriel Metui op proza. Okay. Die heeft helaas niet tot finale gehaald. Maar daarnaast heeft Elisra een lange traditie op het gebied van met Vlaanderen. Dus eigenlijk alle Nederlandstaligen. Ik ben blij dat ik erbij mag zijn. Van harte welkom. Van harte welkom. Ook aan jou de vraag. Wat voor gevoel heb jij bij... wat geeft het schrijven... Jij bent echt een woordkunstenaar, zoals je zelf ook omschrijft. Wat voor gevoel geeft je dat? Wel... Eigenlijk sinds jonge leeftijd was dat een soort ontsnapping uit deze realiteit. Als je leest, dan heb je films in je hoofd die je meenemen. En dan ben ik zelf ook beginnen schrijven. Eerst waren dat liedjes en korte verhalen, gedichtjes. En nadien is dat zich verder en verder blijven ontwikkelen. En nu kan ik al 3 jaar lang van het woord leven. Ik denk dat dat toch al een dat al iets is dat ik heb bereikt. En dat is fantastisch. En ik ben kei blij dat ik ook een boodschap kan meegeven bij mijn schrijven. Voilà. Fantastisch. Wij zijn er ontzettend blij mee. Gaan we zo direct horen. Tot slot ook aan jou de vraag. Deel me een favoriete schrijver of schrijver van jou, uit jouw repertoire. Wat adviseer je ons? Wat zouden we moeten lezen? Ja. Het is een Nederlandse dichter, Dirk Otte. Hij is ex-stadsdichter van Rotterdam en nu is hij een bouwende stadsdichter. En zijn bundel Tof Lof is een fantastische bundel. Is dat mijn lievelingsboek? Nee, maar als jij mij nu zegt welk boek ben jij nu aan het lezen en ben je helemaal enthousiast over, dan is het Tof Lof van Dirk Otte. Ja, verbaast me ergens ook helemaal niks dat jouw favoriet is. Ook okay. Zo'n mooie woordkunstenaar. Ja. Ligt helemaal bij elkaar. Dankjewel. Mag ik de microfoon van je terug? Ja, je mag hem ook vasthouden. Je mag hem daarop voordragen. Aan jou het woord. Hint als je dit. Dank je wel.
kijk naar mij. Hoe ik me heb losgemaakt daar waar jij mij had vastgeboeid. Kijk naar mij. Hoe mooi ik ben gerijpt ondanks dat ik zonder jou ben opgegroeid. Kijk naar mij en schaam je hoe jij niet naar mij durft te kijken. Schaam je hoe hard mijn ogen op de jouwe lijken. Hoe de littekens die jij hebt toegebracht mijn lichaam versieren. Schaam je over mijn leeftijd en hoe jij er nooit was om die verloren jaren te vieren. Kijk naar mij, nu, met trots, met liefde. En zeg dat ik meer ben geworden dan je ooit had gedacht, dat je verschiet van mijn draagkracht. Kijk naar mij, zeg ik je. En zeg dat je van me houdt, dat het goed is, dat je mij hebt onderschat. Geef toe dat je fout was, dat je het wel zag en dat ik je na al die tijd eindelijk vergeven mag. Zeg dat het je spijt, dat je niet wegrende, maar gewoon eventjes de weg kwijt. Maak mij wijs dat je mijn wortels niet hebt uitgerukt, dat de woorden die je zei verkeerd waren uitgedrukt. Op mijn huid, waar ik me blind op zit te staren. Zeg me dat het goed is. Dat mij geen blaam treft en terwijl je mij als een bodemloos kind opheft. Streel je door mijn haren. Veeg mijn nutteloze tranen van mijn wangen. En vervul mijn eindeloos verlangen naar jouw bevestiging, vader. En vertel mij. Vertel me dat ik goed genoeg ben. Dat je de werkelijke ik wel kent en dat je met trots mijn vader bent. Je lang genoeg van je verantwoordelijkheden bent weggerend. Dat jouw liefde de ontkenning van jouw geloof overstemt. Ik kan u geen papa meer noemen en dat maakt me enkel kwader. Nee, ik ben geen slachtoffer, maar jij bent wel de dader, vader. Vertel me dat je ogen geopend zijn en je mij ziet voor wie ik werkelijk ben. Dat morgen weer als gisteren zal zijn en ik als een klein kind met open armen naar je toe ren. Zeg het tegen mij, ook al meen je het niet en hou mij vast terwijl ik eventjes van jouw leugens geniet. En vertel me. Vertel me dat ik goed genoeg ben, dat je de werkelijke ik wel kent en dat je met trots mijn vader bent, je lang genoeg van je verantwoordelijkheden bent weggerend, dat jouw liefde de ontkenning van jouw geloof overstemt, ontkenning van jouw geloof overstemt, ontkenning van jouw geloof overstemt. Kijk naar mij, vader. Ook jij bedankt, Hint. Dat is het einde van het eerste blok. De voordracht poëzie. Ik zie de Jurgen Maas en Martin Berens al knarsen in hersenen van... Dit wordt een lastige. Daar ben ik helemaal met je eens. Jullie krijgen iets meer tijd, heren, om daarover na te denken. Want we krijgen nog heel even voor onze kunstenaar, muziekkunstenaars... Mohamed Ahdaf, oud-specialist en componist... Ja, eigenlijk kan ik persoonlijk nooit genoeg van hem krijgen als oud-specialist. Ik heb het ooit in mijn jeugd eigenlijk gehoord. Toen begon het te knarsen en nu ben ik zo blij dat jij dat samen met ons wilt doen. En jou het woord.
Dankjewel. Dankjewel, Mohammed Ahdaf, als onderdeel van het Marmoussa collectief. Straks op het eind horen we nog een keer samen met de fantastische flamenco danseres Conchita Boon. Nu naar het tweede onderdeel. Kijk links van mij naar de verhalenschrijvers en de verhalenvertellers. En laten we beginnen met Fatima. Fatima Benhadou, kom alsjeblieft naar voren. Ook voor jou de microfoon. En Fatima, neem ons heel even mee alsjeblieft. Dit verhaal wat we nu gaan horen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe ben je erop gekomen? Dit verhaal is tot stand gekomen uit een gedicht dat ik heb geschreven. Ja? Daaruit heb ik een kort verhaal geschreven. En het verhaal staat ook heel dicht bij mij, omdat het eigenlijk iets is wat in mijn familie rondspeelt. Alleen ik wil het nog niet te veel verklappen. Ja? Dat ga ik natuurlijk zo doen in het verhaal. Ja? Maar het is geïnspireerd op een gedicht. Even iets over jezelf. Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Rotterdam. Ik studeer nog. Ik doe de Master Media en Business aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast ben ik freelance fotograaf en videograaf. Doe maar. Oké. In ieder geval nogmaals gefeliciteerd met deze nominatie. En de floor is yours. Ga je gang. Dankjewel. Je kan ook hier blijven staan of je kan bij de katheder, wat jij vindt. Ja, dankjewel. Als een bloedend hart sijpelde de druppels via haar hand op de grond. Tevreden kijkt ze hoe het zand onder haar langzaam rood kleurt. Genadeloos knijpt ze het verder samen in haar vuist. Wat doe je? Hoort ze achter zich. Ze schrikt op en laat het vallen. Snel vertrapt ze het. Haar rood besmeurde handen verbergt ze achter haar rug. Ze kijkt op met grote ogen, wetend dat ze op heterdaad betrapt is. Baba vindt haar tussen de grote bladeren in de tuin. Hij schudt zijn hoofd afkeurend terwijl hij naar de rood gekleurde grond kijkt. Bunti, ze leven, ze ademen, ze geven ons zuurstof. Net als hoe zij voor ons zorgen, zorgen wij voor hen. Het was mijn allergrootste vijand, de vijg. Tegelijkertijd was het de allergrootste liefde van Baba. Vroeger dacht ik dat de vijg uit Noord-Afrika kwam, groeiend op de plattelandsgrond van mijn grootouders. Niets bleek minder waar. Er werd verteld over hoe deze oudste vruchten van de mensheid ontstaan zijn in India en Turkije, overvlogen van het Middellandse zeegebied naar de Noord-Afrikaanse kust, zich vermenigvuldigden tot in de hoogtes van de Atlas, om vervolgens terecht te komen in onze simpele bloementuin. Vreugde overviel Baba wanneer de zomer naderde en de eerste vijg volgroeid was. Ieder jaar plukte hij het rijpe snoep en vergaarde het in een delfsblauwe emmer. De ronde vruchten kleurden groen, geel, blauw, violet tot donkerbruin als een oplopend berglandschap. De jonge frisse vijgenbomen waren net als zijn kinderen. Sproeien, verzorgen, nakontrole. Zijn groene vingers wordt vloeiend uit hardwerkende groene aderen. Gedwongen beleefden we de zomers altijd in Nederland. Misschien was dat waarom hij zijn thuisland hier naartoe haalde. Een mini-versie van onze Maghrebijnse oogstgrond in onze eigen Hollandse achtertuin. Mijn groene vingers waren eerder zwart te noemen. Vaak eindigden Baba's sprankelende ogen dan ook in een teleurgestelde gezichtsuitdrukking wanneer ik de vijg weer uitspuugde. Als de verboden vrucht van Adam en Eva een vijg bleek te zijn, dan mocht het van mij verboden blijven. Want ik had een hekel aan deze smaak van de vrucht. Of misschien was het meer de bittere nasmaak die telkens op het puntje van mijn tong achterbleef. Een aantal jaren later loopt ze de tuin binnen. Tientallen seizoenen waren voorbijgevlogen. De vijgenbomen waren ongesnoeid en honderden gerimpelde vijgen bedekten de grond. Een eenzame delfsblauwe emmer rolde mee met de koele bries en kwam tegen de muur tot stilstand. De overheersende stilte werd onderbroken door geritsel. Het was een ekster, pikkend in een vijg. Stiekem hoopte ze een ander soort schim te zien tussen het groen. De dikke vijg die de ekster aan het ontleden was, greep haar aandacht. De felle paarse kleur stak er bovenuit. De vijg glimt, knipoogt en wenkt, alsof hij haar iets wil vertellen. Haar vingers reiken naar haar naartoe en voor ze het wist, zette ze haar tanden erin. Ze sluit haar ogen en de aromatische zoetheid in haar mond lijkt op een zweem van zoete musk.
romig, smeuig en zijdezacht. Een melange van kleuren, mintgeuren en smaken ver hier vandaan. Een windvlaag zand vermengd met olie waait langs haar heen. Chirpende krekels verwelkomen haar op een verhitte dag. Stralende sterren en een lichte maan fonkelen in de verte. De geur van een houtskoolgril in hartje zomer welft haar tegemoet. Als door de velden die aan haar voorouders huis lagen in Noord-Afrika. Als hoe de vruchten doorstromen in haar bloed. Als hoe de zielen doorademen via de bomen. Als hoe ze plotseling de vijg zag door haar vaders dromen. Ze besefte, het is niet de droge zoetheid of geneeskrachtige werking van het vruchtvlees. Het is het gevoel van de zanderige grond onder je voeten. Ruige bergen met slingerende oases. Ver verwijderde stadstraten en neonlichten. Het is het gevoel van vrijheid, rust en thuis. Zittend in de schaduw van de groene vijgenbladeren, doordrenken warme, glasheldere, zoute druppels de zandgrond. Met de wind die suist en een stilte die rust, plukt ze nog een vijg. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Fatima Benhadou. Dank je. Ja. Zo, ik was heel even weg. Ik zat in die straten daar, ergens op Zamalek. Zamalek is het eiland op het breedste gedeelte van Cairo. Fantastisch mooi eiland, mooi café, lang geleden. Oké, Rosalie Salameh, welkom. Aan jou ook de microfoon. Kom alsjeblieft hier staan. Dankjewel. Wat gaan we zo direct van je horen. Ook aan jou de vraag, hoe is dat tot stand gekomen? Waar? En daarnaast ook de vraag, hoe kom jij aan inspiratie, Rosalie? Dat zijn inderdaad wederom heel veel vragen. Ik ben in het dagelijks leven eigenlijk geen schrijver. Ik ben jurist. En dan hou je je eigenlijk ook behoorlijk vaak bezig met woorden. Zij het op een heel andere manier. Mm-hmm. De passie voor schrijven heb ik eigenlijk altijd al wel gehad. Mm-hmm. En ondanks dat het de laatste jaren dus voornamelijk juridische stukken zijn geweest die ik heb geschreven, bleef het toch een beetje, het bloed stroomt waar het niet gaan kan. Ik bleef toch die brede maatschappelijke interesse houden. En op basis daarvan komen eigenlijk mijn verhalen tot stand. Als je één ding zou kunnen noemen wat eigenlijk in al mijn verhalen wel terugkomt, is een beetje de tegenstelling tussen verwachtingen en werkelijkheid. En ik denk dat dat wel een redelijk universeel iets is. Ja. Dat we er allemaal mee te maken hebben. Met bepaalde verwachtingen, idealen, dromen. Gelukkig ook maar, anders kwamen we 's ochtends ons bed niet uit. Maar de werkelijkheid is vaak anders. En ik denk dat dat iets is wat ook in dit verhaal... Fantastisch. Wat een geluk. Ook een geluk dat je vanuit de werkelijkheid ook geïnspireerd kan raken door je werk. En dan maak je je eigen werkelijkheid, je fantasie, van in jouw mooie verhalen. Ook aan jou de vraag tot slot. Neem ons mee in jouw favoriete schrijver of boek of verhaal. Wat moeten we absoluut gaan lezen? Ik weet niet of het voor iedereen heel interessant is. Maar mijn favoriete boek tot op heden is het boek Onder Professoren van Willem Frederik Hermans. Oh. Het is een beetje, het is natuurlijk toegespitst op de context van de universiteit, waar ik zelf werk als jurist. Mm-hmm. Het verhaal gaat dus dat een professor na 20 jaar werk aan een uitvinding de Nobelprijs wint. Ja. En alles wat hij ervan verwacht had, blijkt volledig tegenovergesteld te zijn. Fantastisch. Hij staat vanaf vandaag in het imaginaire collectie van El Hijra. Dankjewel. Ga je gang. Dankjewel. Of er nou een stilleven op staat of een lijk, een foto is een foto. En degene die hem maakt is een fotograaf. Aan die gedachte hield ik me sinds ik 15 jaar geleden als kersverse vader had getekend voor de functie van nachtelijk persfotograaf stevig vast. Dat het lijk, in tegenstelling tot het stilleven, enkele uren ervoor nog had bewogen, vermoedelijk in de verkeerde kringen, deed daar niets aan af. Het was een betrouwbare inkomstenbron. Als persfotograaf krijg je direct een vast contract. Want wat voor soort leven een overledene ook had geleid, het heeft iets onbetamelijks om in ruil voor een laatste aanblik een ex-BTW-factuur te sturen.
Aanvankelijk had ik er niets van moeten hebben. Maar naarmate mijn bijdrage aan het gezinsbudget steeds beschamendere dieptepunten bereikte, had ik deze nieuwe roeping toch maar aanvaard. Inmiddels was ik eraan gewend geraakt. De met gele linten afgezette straten, waar dienders bewijsmateriaal verzamelden en ondertussen voetbalwedstrijden becommentarieerden. Ook vanavond was ik weer naar zo'n tafereel op weg. En ondanks dat het hard sneeuwde, trok ik met mijn 30 jaar oude Mercedes-Benz sedan lekker hard op. Het hard optrekken en het net iets te hard rijden, juist op plekken waar wordt geflitst, dat is persfotografen eigen. Zoals een ober harder gaat lopen onder het toeziend oog van zijn manager, zo trappen persfotografen nog eens extra op het gaspedaal bij het zien van een snelheidscamera. Door eens in de zoveel tijd een nachtelijke snelheidsovertreding bij onze baas te declareren, is het alsof we zeggen, kijk eens hoe serieus ik mijn macabere missie neem. En als de redactie dan toch die 48 euro aan het terugstorten is, dan wil het toeval wel eens dat er ter compensatie van het ongemak hetzelfde bedrag bovenop wordt gedaan. Maar verder dan 10 kilometer boven de limiet kwam ik niet uit. Het hart, mijn liefde voor hart scheuren, had ik 18 jaar geleden de deur uitgedaan toen ik hopeloos verliefd werd op mijn partner Marjan, een groene politica. Mijn partner Marjan, die na een onstuimige politieke carrière in Den Haag sinds enkele maanden burgemeester was van een middelgrote gemeente, had haar positie verworven door een combinatie van heel redelijke groene standpunten en een bijbehorend goed geolied groen netwerk. Een gedreven, goedlachse powervrouw. In alle opzichten vormde ze de belichaming van haar partij. Mijn antieke Mercedes, dat was mijn laatste guilty pleasure. Marjan had op alle mogelijke manieren geprobeerd om mij in een Prius te krijgen. Ze had oldschool velgen laten ontwerpen, ze had een vintage asbak laten plaatsen, ze had aangeboden de lak eraf te laten krassen en ze had bij de dealer geïnformeerd of het Toyota-logo, net als de klassieke Mercedes-Benz-ster, prominent recht op de voorkap kon staan. Een verzoek waar de dealer hartelijk om had moeten lachen. Maar dit alles woog niet op tegen het gevoel dat ik kreeg wanneer ik in mijn Benz stapte. De ingezakte zittingen, de nostalgisch muffe geur, de piepende kofferbak. Ik kon er simpelweg geen genoeg van krijgen en geen afstand van doen. Al met al had ik het een heel behoorlijk compromis gevonden. We namen zonnepanelen, we aten vega, onze kinderen bezochten een gemixte school. We deden buitensporig veel vrijwilligerswerk. En in ruil daarvoor behield ik mijn Benz. Het scherm van mijn smartphone lichtte op door een social media post van Marjan. Het blauwe vogeltje wist zoals gewoonlijk beter dan ik waar mijn partner uithing. Er verscheen een oogverblindende foto van Marjan. Ze voerde zichtbaar het hoogste woord bij het zorgcongres. In de ene hand had ze een glas wijn en in de andere haar reuma-medicatiedoosje. Ik werd overmand door verdriet. Ook vanavond weigerde ze haar publiek deelgenoot te maken van de pijn waarmee ze dagelijks leefde. Over diezelfde medicijnen hadden we vanmiddag nog gesproken, omdat het de reuma van Marjan en van onze 15-jarige Laila maar heel mondjesmaat verlichtte. Dag in dag uit moeten aanzien hoe je ene dochter met moeite haar VMBO-huiswerk maakt en wakker ligt van de pijn, terwijl haar reumavrije tweelingzus met twee vingers in haar neus het tweetalig VWO trotseert, dat doet wat met je. Mijn voorstel om te starten met een medicinaal cannabistraject had Marjan resoluut van de hand gewezen. Een bevriende reumatoloog had het afgeraden en dus ging het niet door. Eenmaal aangekomen op de 9e verdieping zag ik korte bruine stekels boven het politieuniform uitsteken. Wat betekende dat Sven op wacht stond. Samir, kom gauw, riep Sven. Sven gebaarde me hem te volgen. Mijn mond viel open van verbazing. Dit was zonder twijfel de grootste en meest professionele wietplantage die ik ooit had gezien. Netflix-series inbegrepen. Sven legde uit dat het ging om zo'n 2000 wietplanten en dat de moord daar ongetwijfeld wat mee te maken had.
maar hij maakte zijn zin niet af, want de lijkschouwer was gearriveerd. De seconden verstreken terwijl ik roerloos om me heen keek. Meerdere planten waren inmiddels verpakt in plastic zakken, maar het waren er zo gigantisch veel dat één meer of minder vast niet zou worden opgemerkt. Op dat moment werd ik opgeschrikt door een bericht van Laila. Kan mama niet bereiken en heb veel pijn. Zal ik nog zo'n pil nemen? Dank je. Rosalie Salameh, dank je wel. Mooie inspiratiebron, de hele juristenwereld. Oké. We gaan naar de laatste finalist, Proza, kom naar voren, Rami Al-Dardiri. Welkom. Als je daar gaat staan, krijg je mijn microfoon. Ook aan jou de vraag, wat doe je eigenlijk, waar kom je vandaan, Rami? Ik ben Rami, ik ben de zoon van een Egyptische vader en een Nederlandse moeder. Opgegroeid in het uiterste noorden van Limburg. En inmiddels na vele omzwervingen door Nederland in Heemstede beland. Waar ik woon met mijn vrouw en drie kinderen. En het dagelijks leven werk ik als onderzoeker voor het Centraal Planbureau. Ook dat is een omzwerving geweest. Ik ben begonnen als natuurkundige, heb in het bedrijfsleven gewerkt. Maar ik ben eigenlijk altijd een onderzoeker gebleven. Dus het onderzoek als inspiratiebron. Onderzoek is zeker een grote inspiratiebron. Ja, nieuwsgierigheid is wel een leidraad in ja, misschien wel alles wat ik doe. Ja, ja. Oké, dus die cijfers zie ik zo voor me, die je dagelijks bij zou komen, daar zet je om in spannende verhalen. Er zit altijd een verhaal achter de cijfers, ja. Oké. Dat maakt het interessant. Nou, we gaan zo direct een mooi verhaal van je horen. Maar voordat we het gaan doen, ook aan jou de vraag, welk boek, verhaal, titel moet naar het imaginaire El Hijra collectie? Ja, ik vond het heel moeilijk hoor, want ik lees veel en ik lees heel veel mooie dingen. Maar toch is er één boek dat voor mij het oerboek is. En voor mij ook wel de reden is geweest om me te verdiepen in literatuur. En dat is de Max Havelaar van Multatuli. Dus de manier waarop hij humor combineert met engagement. Dat is wel iets waar ik echt door geïnspireerd raak. En dat ik ook terug probeer te laten komen in mijn eigen schrijven. Max Havelaar staat erin, staat erbij. Aan jou, die kun je mij geven. Aan jou het woord, Rami Al-Dardiri. Het virus heeft de samenleving gespleten. Ik behoor tot de groep voor wie geur en smaak geen betekenis meer hebben. Excuus, ik zeg het verkeerd. Door hun afwezigheid zijn geur en smaak juist meer in mijn leven gaan betekenen. Het leidde ertoe dat mijn vrouw, die wel ziek werd, maar nooit haar reukvermogen kwijtraakte, me verliet. Ik heb het haar nooit kwalijk genomen. Ik veranderde van iemand die niet kon ruiken of proeven in een stinkert. Zelfs al mocht ze het hebben gewild, dan had ze haar neus daar nooit voor kunnen sluiten. Nu hoop ik slechts dat ze op het einde van haar leven een sprankje van onze liefde heeft gezien. Laat er in godsnaam iets van me zijn. Een blik, een grap, een aanraking. Dat de bitterheid uit haar hart heeft kunnen verdrijven. Iets sterkers dan mijn schaamte en lafheid. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen, zeiden ze vroeger. Ik denk dan, wees blij dat de geliefden nog een kussen delen. Het huwelijksbed is moeilijk eer aan te doen als de een walgt van de geur van de ander en die ander zichzelf niet ruikt. Er zijn natuurlijk huwelijken waar het huwelijksbed überhaupt nooit kraakt of lusten oproept. Die stilte kenden we niet en dat is ook een vorm van geluk. Het vervelende van reuk- en smaakverlies is dat ik me de genoegens van pasgemaaid gras, stapels dode bladeren in het bos en huisgemaakte appeltaart herinner. Maar die geuren nooit eens lekker mijn kop inschieten. Sensaties die voor u wellicht rieken naar clichés. Voor mij zijn die clichés kwellingen geworden. Soms steek ik nog wel eens ergens mijn neus in. Een bakje aardbeien of een bloem in het voorjaar.
met de hoop dat er iets blijft hangen. Niets. De geuren zijn verbleekt. Wat rest zijn onderschriften. Beschrijvingen die stilaan kracht verliezen. Geur en smaak hadden zich niet abrupt als breuklijn in de samenleving opgeworpen. Zeker niet. Eerst was er de gezamenlijke strijd tegen het virus. We verzorgden de zieken, begroeven de doden en overtuigden elkaar dat de tijd van omhelzingen terug zou keren. Niemand bevroedde dat we, zodra die tijd daadwerkelijk was teruggekeerd, we elkaar niet meer wilden omhelzen. Ik beken dat ik de samenleving destijds nauwelijks heb gediend en vooral heb geprofiteerd. Ik hield me wel keurig aan de afstandsvoorschriften natuurlijk, maar ik verzorgde niet en in mijn directe omgeving viel niet veel te begraven. Nee, voordat het virus mij en mevrouw bereikte, waren we vooral bezig onze wittebroodsweken opnieuw te beleven. Een tweede huwelijksreis in en rond ons huis. Tussen alle sterftestatistieken, faillissementen van hardwerkende ondernemende landgenoten en de vrijpartijen met mijn vrouw, maakten waarschuwingen over mogelijk reuk- en smaakverlies door het virus geen indruk. Er stond zoveel in de krant. Regeringsleiders, wetenschappers, schrijvers, ze bliezen wervelwinden van geruchten. We werden tegelijk ziek en tegelijk beter. Het was de pakketbezorger. Verstopt in de druppels van zijn indrukwekkende niesbui, stormde het virus ons huis binnen. Samen rochelen, samen hoesten, samen braken. Ons huwelijk leek met de dag onbreekbaarder te worden. Ook met de samenleving als geheel leek het na de dode golf beter te gaan. De afweer van ons eigen lichaam bleek het enige medicijn. Je stierf of je overleefde. Andere opties bood het virus niet. De helft van de overlevenden klaagde nadien, net als ik, over reuk- en smaakverlies. We deden daar laconiek over. De dood had ons in ieder geval niet te pakken gekregen. Het ongemak zou vanzelf verdwijnen, als een verstopte neus of een aft. Rond die tijd duwde mijn vrouw me voor de eerste keer weg. Eerst wassen, zei ze. Prima, dacht ik. Het was het waard. Bovendien had ik ook met een werkende neus mezelf wel eens van tevoren opgefrist. Het begon pas te irriteren toen het zinnetje een vaste formule werd. Onbevangenheid glipte uit ons huwelijk. Stelde ze zich aan? Waren het mijn oksels of was het mijn mond? Ik kon niet wachten mijn eigen lichaamsgeuren weer te kunnen waarnemen. Dank u wel. Dankjewel, Rami. Dat was het hoofdgerecht, dames en heren. Aan de jury de mooie taak om ons zo direct te gaan verlossen. Ondertussen gaan we nog één keer luisteren naar het Marmoussia Collective met Mohammed Ahdaf en Conchita Boon. Kom alsjeblieft naar voren. En dan een paar minuten zijn we terug en dan is het voor jullie ook duidelijk waar je aan toe bent. Applaus. Thank you.
Dankjewel, 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 en Marmoesja Collective. Ja, blijft fantastisch. Het is zover, lieve kandidaten. Voordat we de winnaars bekend gaan maken, zowel proza als poëzie, zou ik eigenlijk jullie allemaal, want ik kan jullie niet allemaal op het podium roepen, helaas, in verband met de voorschriften. Had ik heel graag gedaan en een knuffel gegeven, maar ik wil een bloemetje. Dunja, jij helpt ons met het bloemetje. De bloemetjes voor dankjewel, is Rosalie alsjeblieft, Rami Dadiri alsjeblieft, ja kom maar. Ja, de bloemetjes, kom maar. Even maar hier, ja, alsjeblieft. Fatima Benadou, alsjeblieft. En de poëzie. Alsjeblieft, alsjeblieft Hint. En tot slot, alleen nog Bakker. Ja, laten we die nog even zo richten. En Bakker Jabber. Alsjeblieft, Bakker. Oké. Mijn voorstel, als beide heren het goed vinden, komen jullie alsjeblieft naar voren. De juryleden, Jurgen Maas en Martin Berendsen. Mijn voorstel is om met de proza te beginnen. Proza beginnen? Ja, ik dacht, laat ik ze een beetje verwarren. Ja. Okay. Ja, het is... Er staat een microfoon hier. Er staat nog geen. Ja. Er is niet voldoende ruimte hier om alle drie naar voren te halen. Dus mijn voorstel is: maak alleen. Misschien iets over het totaal te zeggen en dan alleen de winnaar naar voren. Zullen we het zo doen? Ik ga eens heel even kijken, want we hebben dit niet afgesproken. Jurgen, wil jij de poëzie doen of wil je het proza doen? Aan jou, maakt mij niet uit. Oké. Zal ik beslissen? Nee, dan ga ik even proza doen. En dan mag jij zo poëzie voor je rekening nemen. Fijn. Ja. Ga je gang, Martin. Drie echt hele bijzondere verhalen. Die lijken in het ene geval net iets persoonlijker te zijn dan in het andere geval. En je zag dus een schrijver, misschien wat net iets meer met het schrijfambacht bezig zijn. En je zag een schrijver. Zag je net iets meer uit de eigen ervaring en uit de eigen ziel putten. En je zag er ook iets tussenin. En dat maakte het
best ingewikkeld om die verhalen te vergelijken. Ik weet het nog maar steeds niet. We hebben een winnaar. Oh ja. We hebben een winnaar. Ja, en ja, de ja. winnaar ja. is wat ons betreft degene die toch misschien wel het meest, maar de hele tijd aan zijn / haar pennetje zat te slijpen. Om net weer met die zinnetjes, net toch weer echt met dat schrijfambacht bezig te zijn. Zoals zijn grote voorbeeld Multatuli. Rami, jij bent de winnaar. Winnaar. Heel erg hartelijk gefeliciteerd. Alsjeblieft, nog maar erbij. De bloemen voor de winnaar. Afstand. Clemens, als je een beetje... Deze kant wil komen voor een foto met de jury. Op afstand. Ja, Clemens. Ja, je mag gewoon door de beeld toe, Clemens. Ja, misschien nog een laatste woord aan Rami. Ook voor ja, wat de hele jury volgens mij... Jurgen, de voorlezer, wij met z'n drieën als de selecteurs... en wij met z'n tweeën luisteren. Wat we echt ontzettend leuk vinden... is dat je met je verhaal natuurlijk toch enorm de actualiteit in bent gegaan. Ja, en daar natuurlijk toch een betrekkelijk absurde draai aan hebt gegeven. Ja, en dat maakt je, ja, denken wij allebei, ja, echt wel een virtuoos schrijver. Heel erg gefeliciteerd. Rami, gefeliciteerd. We gaan zo nog een groepsfoto met elkaar maken. Neem nog heel veel plaats, maar in ieder geval ook een felicitatie toch nog aan Fatima Benadou en Rosalie Salameh. Helaas niet geworden. Maar ook voor jullie, ontzettend, je kunt absoluut ontzettend trots zijn op de plek die je gehaald hebt en waar je nu staat. In ieder geval ons, Fatima en Rosalie ook ja, veel succes in ieder geval met het blijven en door blijven schrijven. Voor nu en in de toekomst. Dankjewel. Oké, nu naar de proza. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Ik dacht ik ga de jury de poëzie. Ja, poëzie. Jurgen. Wij tweeën waren er heel snel uit. Voor mezelf was er één dichter die mij enorm veel kippenvel bezorgd en woest maakte. Er was één dichter die mij een dolkstoot in mijn hart gaf. En er was één dichter die mij heel verdrietig maakte. En de winnaar is degene die mij woest maakte en kippenvel bezorgde. En dat is Hint El Jadid. Hint, kom naar voren. Ja, neem een bloem mee. Hint, neem plaats een beetje ergens tussen de heren. Maar het was niet makkelijk. Dat was niet makkelijk. Dus wat dat betreft ook een felicitatie. Zeker, aan de niet-winnaars. Liedice en Bakker. Ja, absoluut. Absoluut. Hint, misschien nog een korte reactie. Mag Hint nog even de telefoon? De telefoon. Oh. Wat is je reactie? Dankjewel. Het is echt een super eer, dankjewel. Ik vind het fantastisch. Ik ben heel blij dat ik hier al mocht zijn voor de shortlist. Super. Het is fantastisch om deze mee naar huis te nemen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Oké, we gaan zo direct wel even over tot de formaliteit en wat groepsfoto's. Maar misschien is het goed om in ieder geval afscheid te nemen van de kijkers en het publiek die we eigenlijk normaal in het echt hier hebben. Nu even niet. Ik wens u vooral allemaal ontzettend dank voor uw aandacht en voor het kijken. En hopelijk kunt u ook na vandaag deze uitzending blijven bekijken op de website zowel van De Nieuwe Liefde als op de website van El Hijra. Ik was tot slot nog dank aan de genomineerde finalisten die hier bij ons zijn die niet gewonnen hebben. En zo direct nog dank aan Hint en Rami die wel gewonnen hebben. Nog meer, veel meer dank aan de jury. De juryleden die niet aanwezig kunnen zijn. Finna Luski, Petra Stine en natuurlijk aan de heren die wel aanwezig zijn. Jurgen Maas en Martin Berendsen. En daarnaast toch wel dank aan het Amsterdamse Fonds voor Letteren. Het Nederlands Letterenfonds en onze partner de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Dank zover. Hopelijk zien we u volgend jaar weer terug bij een echte bijeenkomst waar we heel veel mensen bij elkaar hebben, net als afgelopen jaren in De Nieuwe Liefde. En dan wordt het natuurlijk echt spannend, want dan is het namelijk onze 30ste prijsuitreiking. Tot dan, dank u wel. Dit is het einde toch, Theo? Ja, dat is klaar. En dan misschien is het goed om één foto te maken.